Internationale Mannendag. 19 november 2020. Ik sta nu in de Schorelse duinen. En ik wil graag stilstaan bij deze dag. Deze dag voor de man. Een dag die ik eigenlijk heel lang ongemerkt voorbij heb laten gaan. Volgens mij is het vanaf het millennium ongeveer dat deze dag in het leven is geroepen. En ik heb me er eigenlijk nooit zo in verdiept. En toch doe ik mannenwerk, richt ik me op mannen. En heb ik eigenlijk heel lang in mijn leven geworsteld met het thema man zijn. En laatst sprak ik ook een man, ook in de prachtige bossen. En hij stelde me de vraag van hoe hoort een echte man eigenlijk te zijn? Wat is een echte man eigenlijk? En hij stelde de vraag, maar ik zag eigenlijk een hele grote angst in zijn ogen. Alsof zijn ogen echt smeekten om, vertel me alsjeblieft het geheim. Dus wat moet ik doen om een echte man te zijn? Vertel me alsjeblieft wat dat geheim is. En het grappige is dat ook opeens die, ik heb zo'n steady arm hier zo voor me en hij maakt eventjes een salto voor mijn ogen. En dat is eigenlijk ook wat ik heel mijn leven ook wel gevoeld heb. Dat ik ergens helemaal door elkaar geschud werd of word. En want wat geef ik eigenlijk als antwoord? Wat geef ik als antwoord als een man mij vraagt van, wat is een echte man? En uiteindelijk vind je het antwoord in jezelf. En misschien klinkt dat heel cliché. Of denk je dan van, oh, ben je zo'n coach? Die schuift het heel gemakkelijk af op een ander. Van, zoek het zelf uit. Wat ben je dan voor een flutcoach? Als je niet eens een antwoord kan vinden op die vraag. Of als jij daar geen antwoord op hebt. En tegelijkertijd is dat ook waar het hele leven omdraait of waar we eigenlijk continu mee worstelen. En dat is gewoon de allergrootste angst om werkelijk jezelf te zijn. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat toen ik in het bankwezen werkte en ik op een gegeven moment boventallig verklaard werd als teamleider. Dat ik in gesprek was met mijn HR-manager. En zij zei ook tegen mij, of ze vroeg aan mij van, ja, maar wie is de echte Sander? Wie is die authentieke Sander? Ga daar eens naar op zoek. En ze raakte me daar eigenlijk in mijn grootste pijn. Want vertel het me maar. Ik heb mijn hele leven daar al naar gezocht. En nu gaat zo iemand mij ook nog eens vertellen dat ik daarnaar op zoek moet. Ja, dat weet ik ook wel. Ik weet donders goed dat ik daarnaar op zoek moet. En tegelijkertijd was zo'n opmerking of zo'n vraag voor mij weer een reden om het weer buiten mezelf te zoeken. Om maar weer op zoek te gaan. Maar wat is het dan om een echte man te zijn? Hoe moet ik me gedragen? Hoe moet ik zijn? Want ik heb het nooit begrepen. Omdat als ik ook kijk naar, ja, onze oorsprong, waar komen we vandaan, zie ik mezelf als een ziel
die eigenlijk onzijdig is. Zowel mannelijk als vrouwelijk bevat. En ja, misschien nu als mens in de verschijningsvorm van man hier is. Maar vertel me dan aan welke regels ik moet voldoen. Aan welke voorwaarden moet ik nou werkelijk voldoen? Dat is eigenlijk altijd de grootste vraag. Omdat de ziel zowel mannelijk als vrouwelijk is. En ik bleef maar zoeken en zoeken en zoeken buiten mezelf. Tot een burn-out in 2014 voorgoed een verandering bracht. En nog steeds verlies ik me wel eens in een bepaalde zoektocht. Maar 6 jaar geleden werden mijn ogen toch wel werkelijk geopend. Want een echte man, of de echte Sander, of de echte jij, hoeft namelijk niet aan regels te voldoen. Hoeft niet aan voorwaarden te voldoen. Hoeft niet te zijn of te worden wie je denkt te moeten worden of te moeten zijn. Want jij bent al je hele leven jezelf. En misschien niet altijd in het bijzijn van een ander. En daar, in de essentie, gaat het om. Wie ben jij als je helemaal alleen bent? Wie was jij als kind? Als klein jongetje, op je kamer bijvoorbeeld. Waar kon je je uren mee vermaken? Waar kon je uren in verdronken raken, waardoor je de tijd compleet vergat? Want daar vind je uiteindelijk ook je identiteit. Of daar vind je het antwoord op voor welke expressie kies jij? Want in mijn ogen is dat waar het om gaat. Dat we als ziel, ook al zijn we onzijdig, voordat we hier op aarde kwamen, als dit mens, als deze man, voordat we hier kwamen, maakten we een keuze. Of kregen we misschien wat alternatieven te zien. En maakten we de keuze om onszelf te ervaren via de verschijningsvorm als man. Met alles dat erbij hoort. Want in dit lichaam, in een fysieke vorm, met mannelijke kenmerken, betekent het ook dat we de hormoonhuishouding hebben van een man. En ik ben daar niet zo heel erg in thuis, maar wezenlijk hebben we fysieke verschillen. Is er een fysiek verschil tussen man en vrouw, maar ook in die hele hormoonhuishouding. En dat uit zich dus ook in, een man gaat anders om met zijn gedachten, gaat anders om met zijn gevoelens, gaat anders om met alles wat er in zijn leven verschijnt, dan een vrouw dat doet. En dat, daarin zit een wezenlijk verschil. Omdat we het lichaam hebben van een man, reageren we anders op de dingen die er aan ons verschijnen. En daarin zit een essentieel verschil tussen man en vrouw. In hoe we ons tot uiting brengen, hoe we verschijnen, hoe we ten tonele verschijnen. Tegelijkertijd is dat ook weer de illusie van mens zijn. Maar daar hebben we voor gekozen, omdat we op die manier onszelf kunnen ervaren in een
expressie in een vorm waar we volledig achter staan. Daar hebben we voor gekozen. Dat is iets wat we gewoon mogen omarmen. En daarin vind je in mijn ogen ook het antwoord. Door jezelf volledig te accepteren zoals je bent. Jezelf volledig te omarmen zoals je bent. Zelfs al de eigenschappen die je liever niet zou willen zien in jezelf. Ook die mag je omarmen. En die mag je zelfs bekritiseren. Je mag daar soms zelfs tegen vechten of tegen strijden. Ook dat mag. Natuurlijk ben je het soms niet eens met wie je bent. En daar mag je soms wel eens even kwaad over zijn. Want dat maakt ook weer iets in je los. Natuurlijk mag je wel eens die strijd aangaan met jezelf. Alleen die strijd is niet wie je werkelijk bent. Dat is een momentopname. Dat is de energie die er op dat moment of in dit moment aanwezig is. Het is de keuze hoe jij op dit moment ten tonele verschijnt. In de meest pure vorm. En die meest pure vorm, dat kan misschien ook een hele boze versie van jezelf zijn in dit moment. En als dat op dit moment is dat er door je heen wil stromen, dan mag dat er ook zijn. We zijn zo vaak gewend dat dat niet mag. Dat je dat dan weer weg moet stoppen of je moet je gewoon gedragen. Je moet ergens aan voldoen, je moet presteren, je moet hard werken. Je moet altijd sterk zijn. Je mag niet huilen. Want je moet in je kracht staan. Je moet er zijn voor je vrouw, voor je vriendin, partner. Je moet laten zien dat je sterk bent. Of je moet jezelf bewijzen, want je moet laten zien dat jij het waard bent om je hele leven mee door te brengen. Als je het hebt over een relatie. Daarom vechten we keihard voor onze relatie. Voor het in stand houden daarvan. Terwijl je eigenlijk nergens voor hoeft te vechten, want je kan ook niets verliezen. In wezen niet. Vanuit de mind, vanuit het ego bekeken natuurlijk wel. Omdat we alles in ons leven hebben gecreëerd en dat willen we maar met man en macht vasthouden. Uiteindelijk is het ook weer de angst voor de vergankelijkheid. De angst dat iets voorbij gaat. Misschien ook nog wel de allerdiepste angst, de angst voor de dood. Terwijl we gelijktijdig misschien nog wel het meest bang zijn voor het leven zelf. Durf jezelf te zijn. Met alles dat er in je zit. En dan valt uiteindelijk alles op zijn plaats. Of dan valt er ook van je af wie je niet bent. Of wie je niet wil zijn. Uiteindelijk is het allemaal niet zo moeilijk. Want niemand is gek in deze wereld. Niemand weet het niet. En niemand weet het niet. Laat ik het zo zeggen. We denken vaak dat we iets moeten vinden wat er niet is. Of we denken soms niet te weten wat we werkelijk willen. Maar je weet het donders goed. Iedereen weet donders goed wie hij werkelijk is. Nu nog de moed om dat niet alleen voor jezelf te houden, maar dat ook te tonen.
en dat te laten zien aan de buitenwereld. En als je dat kan, en als je dat leert, en dat is wat ik mannen leer, om steeds meer van zichzelf te zijn en te laten zien. En als je dat kan, als je dat volledig allemaal kan omarmen, dan ben je een echte man. Mooie dag.